Hey allemaal, vandaag vind ik het zelf een best wel een leuke video. Want ik heb een mystery box ontvangen van Zizi. Ontvangen? Nee, ik heb die gekocht. Hè. Ik heb die niet ontvangen. Ik zag op Facebook zo'n advertentie al een aantal keer voorbij komen van de producten van Zizi. En onlangs, het is ondertussen 2 maanden geleden, dus ik heb 2 maanden op die box moeten wachten, hadden ze ook een advertentie van mystery boxen. Dus dat is eigenlijk een soort van abonnement dat je kan nemen en dan kan je kiezen of dat je eenmalig 3 keer of 6 keer of ja, ik weet het niet juist wat dat juiste formule is, maar dat je dus mystery boxen kan kopen. Ik heb dat eenmalig gedaan. Ik ging niet direct voor de 3 maanden gaan, dat vond ik net iets te riskant. Zeker omdat ik eigenlijk van het merk Zizi nog niks geprobeerd had. Ik had daar nu wel echt al superveel goede dingen over gehoord. Dus ik was eigenlijk wel zeer curieus over het merk. Het is een Chinees merk. Maar zij doen ook zo van die mooie collecties, mooie producten. En ik ben echt wel een sucker for packaging. Of hoe zeggen ze dat? Ja, weet je, ik hou van make-up. En als het dan nog eens in mooie verpakkingen komt, dan ben ik echt helemaal verkocht. Dus dat was ook bij dit merk. Dus ik heb het besteld vanuit China. Het is... Ja, ik heb eigenlijk verschillende dingen besteld. Ik heb dus de mystery box besteld, wat ik hier dus bij mij heb. En ik heb nog 2 andere producten besteld. Ik heb nog een blush besteld en nog een contour product. Contour / bronzer. Nee, het is echt een contour product. En die waren dus apart verzonden. Dus ik heb eerst die 2 andere producten vrij snel gekregen. Ik denk na een... dikke maand vrij snel gekregen. Na een dikke maand, 3 weken, heb ik die 2 producten gekregen. Maar over die box, dus die mystery box, kreeg ik dus totaal niks van informatie. Geen shipgegevens, niks van we hebben het opgestuurd. Niks. En ik stond echt al op het punt om de customer service te contacteren. Omdat ik zoiets had van, ja, is er een vergissing gebeurd? Zijn ze dat vergeten? Allee, ik begon zo echt te twijfelen. En dan ineens was het er. Dus na 2 maanden, ik weet dat ik 2 maanden gewacht heb. Dat is lang, maar ja, het leven gaat ook door. Je hebt ook niet permanent in je hoofd dat er nog iets aankomt. Of toch, ja, je bent daar wel mee bezig. Maar nu ook niet zoveel dat je heel de tijd zit te wachten op het pakketje. En ineens was het daar. Dus dit is het doosje geworden. Heel klein, schattig doosje. Ik wist ook totaal niet hoeveel producten dat hierin gingen zitten. Je ziet, ik heb hem al open gedaan. Ik kon niet wachten om eens een kijkje te nemen. Ook omdat ik niet echt de tijd had om te filmen de komende dagen. En ik weet, als zo'n pakketje hier staat en je weet eigenlijk niet wat erin zit, dat is zo verleidelijk. Dus dat ging niet. Dus ik moest wel even piepen. Maar ik heb dus de producten nog niet gebruikt buiten eentje. En dat komt in de volgende video waarin ik nieuwe producten test. Ga je dat product zien en ga ik er ook bij zeggen welk product dat is. Dat zit dus nu ook op mijn snoet. Want dat heb ik hier net voor gefilmd. Maar die komt hier na online. Ja, oké. Raar, ik weet het. Maar in ieder geval... Deze mystery box is dus geleverd. Ik geloof dat ik ongeveer iets van een $46. Oh, ik weet de prijs nu niet meer van buiten. Maar ik ga proberen opzoeken hoeveel dat die kost voor 1 mystery box. En je betaalt dat gewoon vooraf. Dus het is zogezegd wel een subscription. Maar ja, als je voor 1 maand gaat en je betaalt dus voor 1 box. Ja, krijg je ook maar 1 box. Dus ja, het was voor mij een hele leuke manier om het merk te leren kennen. Gezien ik ook eigenlijk nog niks aan het merk had, was het voor mij ook van... Ja, geef mij maar een mystery box. Dan... ja, ik zal waarschijnlijk toch niks van de producten hebben. Oké, dus het eerste wat het... dus het zat gewoon allemaal in de doos. Niks fancy verpakking of zo. Het zat gewoon goed ingepakt. Allemaal met zo van die hele dikke bubble wrap. Die heb ik ondertussen er wel uitgesmeten en weggedaan. Want ja, die heb ik niet nodig. Het eerste wat eruit kwam was dit. En dit is zo een pakje van Honey and Beauty. Dus dat is dan een niet het merk Zizi zelf. Maar van dus een merk dat ze denk ik ook verkopen. Het is dus ja ook iets Aziatisch denk ik. Het staat er ook allemaal in van die tekens op. Ik weet niet of dit Chinees zal zijn of dit iets anders is. Het komt van China, dus ik ga ervan uit Chinees, maar kan niet zeker zijn.
Het enige wat ik ervan uit kan afleiden is Ceramide Hydrating Masks. Dus dit is een pakje met 5 van die cheat masks in. En ja, supermooie verpakking. Ziet er eigenlijk ook gewoon heel luxe uit. Dus ja, ik ben blij om dit eens te gaan proberen. Er staan gelukkig ook tekeningetjes op om het uit te voeren. Nu weten we allemaal wel hoe een cheat mask hoe dat je het gebruikt. Maar toch, het is fijn als je twijfelt dat het er toch nog met tekeningetjes op staat. En dat je het 15 minuten moet laten zitten. Dus dat is misschien iets voor straks om even te proberen. Of vanavond. Maar heb ik dus nog niet geprobeerd. En zo zitten er dus 5 van die pakjes in dit. 5? 1, 2, 3. Ja, 5 zitten er dus in. Dus hopelijk zijn dit fijne maskertjes. Want anders zit ik met 5 maskertjes waar ik niet veel aan heb. Dan nog een skincare product. En hier ben ik ook super enthousiast over. Want ik moest eigenlijk een nieuwe ontschminker hebben. En dit is wel van het merk ZC zelf. En dit is de Deep Gentle Cleansing Balm. En ja, super mooie verpakking. Ziet er luxe uit. Ziet er top uit. Ziet er echt heel leuk uit. En het is nu wel een heel klein potje voor een cleansing balm. Vind ik het zelf best nog wel, ja, redelijk klein misschien. Maar misschien, ja, als je zo kijkt, ik weet niet of jullie het kunnen zien, zie je dat het product zelf in zo, ja, dat het eigenlijk maar een heel klein beetje is. Maar de verpakking, kijk hoe mooi. Oh, fantastisch. Deep Gentle Cleansing Balm. Meer staat er niet op. Als je het open doet, heb je dus, hier een plastic spateltje zitten. En dan kan je dit opentrekken. Ik heb het nu nog niet gebruikt. Ik ga het nu voor vandaag wel open doen. Want ik ga het waarschijnlijk straks of vanavond wel proberen. Oh. Ik ben heel de verpakking eruit aan het trekken. Dat is niet de bedoeling, hè. Oké. Yes, het is open. Wacht, ik ga dat spateltje even wegdoen. Amai, dat is wel moeilijk. Maar, dus het komt best wel goed verpakt, zoals je kan zien. Ah ja, en nu zie je toch wel dat het best wel gevuld is van boven, precies. Oké. Gewoon een witte, solide... Ja, voelt een beetje als kokosboter, zo voelt het. En dan heb je een spateltje om het dan mee. Het heeft een hele lichte, zachte geur. Maar nu niet voor te zeggen heel... voelt wel fijn. Voelt echt zo direct zo dat olieachtige. Ja, dit is iets waar ik echt plezier van ga hebben. Want ik was op zoek naar een... Op zoek. Ik wou eigenlijk een nieuwe ontschminker kopen. Ik ben ook iemand die echt zo van het snelle wilt zijn. Dus ik ben niet... En hier kan je dus in het dekseltje kan je dus dat spateltje steken. Als ik me niet vergis. Ja, hier past dus dat spateltje in. Ja, ik ben zeer benieuwd. Mooie pot. Ik ben eigenlijk super blij mee dat ik dit heb gekregen. Ik ben echt super blij om dit te gaan uit te testen. En wie weet als het echt een must is. Dit is made in China. Dus deze is made in China. Hier ja, staat alles er in het Aziatisch op. Dus ik kan het nu niet zeggen waar dit gemaakt is. Maar dit is sowieso afkomstig van Chinese productie. Moest je dat willen weten uiteraard. En dan zijn er nog 3 make-up items. Het eerste is dit, ik denk een wenkbrauwpotlood. Want het ziet er... Ja, het is een wenkbrauwpotlood, want er zit een spoelie in. En het is zo in zo die sprinkles, die... ja, hoe zeg je dat? Ja, muisjes. En ja, het is dus een wenkbrauwpotlood. Want aan de ene kant heb je zo een borsteltje... En langs de andere kant heb je dan een super fijn klein applicatortje met dus het product in. Het is niet mijn kleur. Ik heb het nu op mijn wenkbrauwen. Nu, mijn wenkbrauwen zijn gemicrobladed. Dus ik moet ze maar op bepaalde puntjes een klein beetje invullen. Het werkte super goed, want ik heb het dus nu gebruikt. Maar de kleur is helaas niet de ideale kleur voor mij. Dus ja, ik ga kijken wat ik hiermee doe. Ik ga dit sowieso niet in mijn kit steken, want ja, ik heb niet graag dat het zo een cacophonie is van verschillende merken door elkaar. Ik vind dat zelf toch al slordig ogen. En als ik dan zo één heb met sprinkles, ja, ik weet niet, dat vind ik gewoon niet echt professioneel. Niet dat dat daar per se iets mee te maken heeft, maar dat is mijn gevoel.
Dus ja, misschien dat ik er iemand een plezier mee kan doen of dat ik het gewoon opgebruik op mezelf. Ik denk ook dat het niet veel product zal bevatten, want het is echt een heel klein, fijn potloodje. Dus ja, we zullen zien wat ik daarmee doe. Maar ja, niet echt mijn kleur. Het is niet terrible, maar het is ook niet ideaal. Dan nog een andere liner. En dit is ook weer van gewoon Sissy. Living Colorfully Liquid Eyeliner. Super mooie verpakking ook. En dit is zo'n eyeliner met zo'n brushje aan. En ik hou daarvan. En het is in Hot Pink. Yes. Nu heb ik daar net die cleanser over gedaan. Dat ga ik misschien niet op dit hand doen. Ik zal het hier op... Oeh, dat is raar met zo'n andere hand swatchen. Zoals jullie kunnen zien, hopelijk niet te fel door mijn licht. Heel fel roze. Moet ik ook nog eens proberen. Ik vind het wel leuk dat ze zo eens een kleurrijke eyeliner erin steken. Het is ook echt, het brengt super gemakkelijk aan. En het geeft dus niet af. Blijft echt super goed zitten. Nu, dit is niet de alledaagse kleur die ik snel zelf zal dragen. Maar wel is leuk om eens mee te experimenteren. Het is ook een liquid liner in een kleur die ik nog niet heb. Dus ja, ik ben er niet rouwig om. Weet je, als je een zwarte hebt, dan ben je het ook maar weer saai. Maar ja, wel is leuk om deze brush liners van Sissy te proberen. En dit is ook in China gemaakt. Zo, en dan het laatste is voor mij het meest excited, het meest oeh, joepie, daar ben ik echt zo blij mee. Ik had ook stiekem gehoopt dat er één van deze paletten in zou zitten en mijn wens is vervuld. Want die Sissy heeft echt super mooie paletten geïnspireerd, ja, zo op het Egyptisch museum, ergens. Een Egyptisch museum, ik weet nu niet welk. En dit is dus één van die paletten en ja, je ziet het misschien al een klein beetje aan de verpakking. Maar dit is het Fireworks 16 Color Eyeshadow Palette. Dit staat er ook allemaal gewoon in het Nederlands op. Of nee, Nederlands. Nee. Engels. Sorry. Het is ook wel in China gemaakt. Dat wist ik op voorhand natuurlijk. Maar oh, kijk naar de verpakking. Dit is echt zo mooi. Zo wat holografisch aan de achterkant. Dus het is eigenlijk met verschillende laagjes. Je hebt hier achter zo de holografische achtergrond. Waar dat dan ook zo nog wat tekeningen in zijn. En dan heb je daarover zo een transparante, precies een toplaag of zo. Met dan de sticker, of het is niet echt een sticker, maar zo de tekening erop. Oh, het is zo mooi. Het is echt zo mooi. Het voelt ook echt luxe en daar hou ik van. Die paletjes zijn niet super duur. Ik denk dat die echt wel betaalbaar zijn. Ik denk rond de 30 euro of zo. Ik ben nu prijzen aan het noemen terwijl ik eigenlijk de prijs niet van buiten weet. Dus ik ga gewoon stoppen met de prijzen te noemen. Maar die zijn best wel oké qua betaalbaarheid. Maar kijk hoe mooi. Oké, maar nu willen jullie natuurlijk de binnenkant zien. Want dat is nog altijd wel het belangrijkste. Dus je hebt een spiegel die nu zo wat mat is. Er zit nog een sticker op. Die moet ik er nog afhalen. En er zit er ook zo een klein folietje in. En ook hier, ik zal het even hier houden. Super mooi met die Egyptische vogel. En zo wat die Egyptische kleuren. En dit is dus het palet. Super fijn. Super, ik ben echt super tevreden met deze kleurselectie. Het is heel neutraal. Veel matte kleuren. Maar ook echt wel een paar mooie glanzende kleuren. Dit is een glitter. Deze roze pinky kleur. Had ik liever gewoon een glanzende kleur gehad. Maar goed. Hè. Ik ben niet vies van een pressed glitter. Dit zijn ook zo wat meer glitterachtige kleuren. Die roze is ook zo wat meer sparkly. Dus ik denk dat je er echt super veel leuke dagdagelijkse looks mee kan maken. Maar ook wel echt zo wat meer glam. Dat je hier echt wel wat glamour mee kan doen. Ja, er zit geen zwarte in. Dat is op zich jammer. Maar dan pak je van een ander palet een zwarte kleur om het te verdonkeren. Maar het is echt een heel fijn palet, denk ik. Ik heb zo alleen nog maar een beetje geswatcht. Ik zal zo nog eens hier een paar swatchen. Oh ja, zal deze bruine kleur, nu pak ik echt alle saaie kleuren eruit om te swatchen. Zal die blauwe eens pakken, blauw-grijs. Oh my, yes. Ah, die roze, dit is zo wat meer flaky. Ik weet niet of je het gaat kunnen zien. Oh.
Oké, ik ben echt super enthousiast hierover. Ik vind het echt super leuk dat ik dit heb. Ja, ik kan eigenlijk niet wachten om hiermee aan de slag te gaan. En hier mooie looks mee te maken. En zo te zien is de kwaliteit best goed. Zo, dit was hem. Oh, ik ben echt super. Oh, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Dan wil ik zo echt zo direct alles aan mijn gezicht halen. En dingen beginnen experimenteren. En dingen beginnen gebruiken. Oeh, ja, nu wil ik zeker alles aan mijn gezicht halen. Dat ik deze cleansing balm heb om te proberen. Maar goed, daar heb ik vandaag geen tijd niet meer voor. We moeten vandaag nog allerlei dingen doen. Ik heb ook nog straks een online meeting. Dus dat gaan we nu niet doen. Maar dan heb ik weer iets morgen om naar uit te kijken. Als ik uit mijn bedje spring van blijdschap. Dat ik dit palet ga kunnen proberen. Het is wat het leven mooi maakt bij mij toch zeker. Oké, goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was dus de mystery box van Zissi. Is het de moeite waard? Ik denk het wel. Als je nog niks hebt van Zissi en je staat open voor veel producten te gebruiken, dan misschien wel. Natuurlijk, ja, je hebt een aantal. Veel dingen heb je zelf, je hebt het niet in de hand natuurlijk. Dus zoals die roze liner, ben je iemand die echt nooit van zijn leven roze liner zou dragen? Ja, dan is dat misschien wel een beetje stom. Dus je moet zelf een beetje de overweging maken of dat het voor jou, of dat je dat risico wilt nemen dat je geld betaalt voor producten die je misschien niet, dat je niet weet wat je gaat krijgen. Ik vind het soms wel leuk omdat ik ben wel iemand die met alles wel iets kan doen, denk ik. Ik ben niet iemand die snel. Oké, het wenkbrauwpalet, potlood, dat is heel specifiek. Hè? Als hier nu een foundation zouden hebben ingestoken die 5 shades donkerder is dan mijn huid, daar kan ik natuurlijk ook niks mee doen. Dit vind ik zelf een beetje risky om in zo'n box te steken. Maar voor de rest zijn het wel allemaal producten, hè, zoals die liner. Ja, eender welke huidskleur, eender welke oogkleur, weet ik veel wat. Eender welke ondertoon kan je er wel iets mee doen. Ja, een cleansing balm, als je make-up draagt, kan iedereen daar ook wel iets mee doen. Van die hydraterende maskers, hydratatie kan iedereen ook wel, denk ik, gebruiken. Zelfs mensen met een iets vettere huid kunnen dat soms gebruiken. En dan een leuk paletje kan eigenlijk ook iedereen gebruiken. Dus ik vind dat de box wel goed samengesteld is. Het zijn ook allemaal full-size producten. Dus het is niet zo dat je betaalt 40 euro. Of ik zeg nu zomaar iets, ik weet niet wat de prijs exact is. Maar dat je niet betaalt voor allemaal minis. Het zijn echt wel full-size producten. 5 full-size producten. Dus ik denk dat je echt wel ja, waar voor je geld krijgt. Voilà. Oké, ik ga jullie hierbij laten. En ik zie jullie zeer graag terug in een volgende video. Tot ziens. Dag.